hebben de ambitie om tegen 2020 nog altijd een Europese topregio te zijn, ook op het vlak van logistiek. Daarvoor moeten een aantal belangrijke visies, belangrijke concepten ontwikkeld worden. En een van die concepten is natuurlijk om ervoor te zorgen dat bedrijven zoveel mogelijk niet alleen opteren voor plaatsen waar er multimodaal kan gewerkt worden, dat we zeggen zowel binnenvaart als spoor als weg aanwezig zijn, maar dat we ook goede keuzes maken welke bedrijven zich waar gaan vestigen en samen dit probleem kunnen aanpakken. En Vlaanderen is op dit moment een concurrent en wat mij betreft gaat die concurrentie alsmaar toenemen, tenzij we daar verstandig mee omgaan, want een verstandige concurrentie, daar is niks mis mee, maar we moeten elkaar natuurlijk niet doodconcurreren wanneer het ook niet moet. Als u kijkt naar Azië, dan maakt men weinig verschil tussen, of kan men weinig verschil maken tussen Vlaanderen en Nederland. Dat is een speldeprik die niet zo ver van elkaar liggen. Dus wij moeten, denk ik, er ook voor zorgen dat wij onze concurrenten goed uitkiezen en zeker weten dat vanuit het verre Azië bijvoorbeeld de Delta, de Schelde-Delta en Nederland en Vlaanderen heel dicht bij elkaar liggen. En dat wanneer we samenwerken, we ook samen heel veel kunnen realiseren. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ik vanuit mijn bevoegdheden, want ik ben niet alleen minister-president, maar ook bevoegd voor de havens en logistiek hoort daar ook bij, dat we vanuit die dynamiek met de collega's, ik denk aan staatssecretaris Huizinga, maar ook de minister Eurlings en de minister-president Jan-Peter Balkenende zelf. En we hebben tal van dossiers al besproken. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de slimme kilometerheffing, het rekeningrijden, dat heel belangrijk is en waar we samen voor 2011 dit zullen invoeren in Nederland, België en in Luxemburg voor vrachtwagens. Dat zijn heel concrete dossiers waar we vanuit het beleid zeggen, als we dat samen doen, hebben we niet alleen voordelen naar schaal toe, naar investeringen, maar is het ook goed voor al onze havens dat we dat gelijktijdig invoeren. Want stel je voor dat Nederland die snelle kilometerheffing, dat rekeningrijden zou invoeren en wij niet, dan krijg je direct een verplaatsing van de goederenstromen in het voordeel van bijvoorbeeld de Antwerpse haven. Maar mochten wij dat dan sneller invoeren, krijg je een ander effect naar Nederland toe. Dus dat samen doen is denk ik heel verstandig. Nederlandse ondernemers zijn hier hartelijk welkom in Vlaanderen, maar dat is niet aan de overheid natuurlijk. Wij moeten wel bedrijventerreinen creëren, wij moeten de infrastructuur realiseren, wij moeten flankerend optreden, maar het zijn natuurlijk de ondernemingen die het effectief moeten waarmaken. En Vlaanderen staat open voor elke creatieve idee, voor elke gedreven Nederlandse ondernemer. Ik denk dat mijn collega's dezelfde houding aannemen en dat wanneer men daar goede activiteiten kan ontplooien, dat ook heel wat Vlaamse ondernemers samen met de Nederlandse collega's samenwerken of die stap naar Nederland zetten. Ik denk dat dat een heel goede en gezonde verhouding is die alleen maar onze beide landen en regio's ten goede kan komen. Ik verwacht dat zij ambitieus zijn, dat zij ook de handen uit de mouwen steken en er echt voor gaan. Ik denk dat het in deze wat moeilijke tijden na de financiële crisis natuurlijk niet zo eenvoudig is. Dat we ook naar de toekomst toe op een slimme manier moeten met elkaar concurreren. We moeten gaan naar een innovatief gedreven economie. Dat zijn dure woorden, maar die omzetten in de praktijk is natuurlijk niet zo vanzelfsprekend. Als ik het dan heb over hoe gaan we met schone motoren om, hoe gaan we met die duurzame ontwikkeling om, dat ecologische, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik denk dat wij zowel in Vlaanderen als in Nederland ondernemers hebben die het al hebben begrepen, prachtige zaken doen en dat de toekomst ook aan hun is. Ga er voluit voor. Ondernemen is uw taak, uw ambitie, uw passie. En wij als politici zullen ervoor zorgen dat u in die passie niet gehinderd wordt of zo weinig mogelijk.